Zoals u kunt zien is dit geen standaard huis. Dit is namelijk een landgoed met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter. Landgoed de Kastanjehof ontleent haar naam aan de vele kastanjebomen. Het landhuis is gebouwd in 1967 en ontworpen door architect Bart van Kasteel. Naast de paardenstallen en de kapschuur is wellicht de glazen loopbrug het meest in het oog springende detail van dit unieke huis. Wat direct opvalt zijn de authentieke details, de kapconstructie en het gebruik van traditionele materialen zoals natuursteen, koper en hout. De ruime open keuken kijkt uit over de achtertuin met paardenbak en weiland en de schuifbui geeft toegang tot het op het zuiden gelegen terras met buitenhaard. Ook hier kun je er niet omheen. Wat een bijzonder huis. Boven zijn hier twee slaapkamers en een badkamer. En via de glazen loopbrug komen we in de derde slaapkamer. We willen u graag nog veel meer vertellen over dit bijzondere huis met vele mogelijkheden. We nodigen u daarom van harte uit voor een bezichtiging om het zelf te komen ervaren. Contact opnemen, dat kan zoals gewoonlijk via de onderstaande contactgegevens. Mijn naam is Mike Martens van Kubus Makelaars Bergen en bedankt voor het kijken.